Het elftal van Jonas de Roek. Daar vinden we 4 wijzigingen in vergelijking met de vorige partij. Bij Lommel ook wissels. 3. Wel, geen Tollinson. Hij wordt vervangen. Dat was prima gevoetbald. Controle van Fixel was eigenlijk niet goed. Maar het werd dan een goede bal. En daar is Bernat. Redding. Vermarin. Eerste echte kans van deze wedstrijd. En ze is voor de thuisploeg. De openingsfase. Goede bal van Fixel. Prima afgewerkt hoor, van Bernat. Meteen in de recuperatie Westerlo. Ze nemen Lommel bij de keel. Voorzet van de Kuipers. Dan schieten ze tegen elkaar. Fixel en Van Eno die er binnentrapt. Of wat had u gedacht? Lucas Van Eno scoort alweer tegen Lommel op zijn verjaardag. En die voorsprong is oververdiend. Lommel wist niet meer waar lopen. Dachi voor Van de Kuipers. Goed voorgetrokken, dan schiet Bernat tegen Jordanov. Mooi van de Kuipers, gemaskeerd die pas. De voorzet is goed hoor van Jordanov. De Kuiper kan vrij schieten. De Kuiper redding en dan Dachi, uiteraard hij die goed is gevolgd. Dat is het toch, een goaltjesdiep. En dat in de meest positieve zin van het woord, Erdon Dachi. Vlag is beneden gebleven. Hier van de Kuipers, goed gemaskeerd. En dan via de voet van Pierrot komt hij door bij de Kuiper. Geen buitenspel lijkt me van Dachi. En hij legt hem goed binnen. Dat is voelen wanneer je daar moet zijn. Ja, echt aan het kijken. Van het moment dat de Kuiper die bal aanneemt, weet hij dat er misschien wel een kans is om een goaltje mee. Bal van Fixel is goed. Dachi 3-0. Maar de vlag. Dachi meteen wijzend naar de grensrechter. Niks van man. Niks toont. Dan gaan we dat nu eens bekijken. En de man met de vlag had gelijk. Dachi stond buiten spel. Van den Kuipers. Krijgt hem niet tot bij Foster. Maar Neven vergist zich daar. Bernat. Bernat. Redding Firmarin. Het is zelfs al tijd voor Olees. Kijk eens aan Foster, schitterende actie en dan in het zijne. Nou, het was even dolle wat Lyle Foster daar deed. Santos, onorthodoxe controle, maar leek efficiënt. Van den Kuipers heeft ondertussen wel al de bal en verstuurt deze paas richting Foster. Foster, Foster, redding Firmarin en dan de 3-0 van Jan Bernat. Alweer een rebound na de goal van Dachi. Jan Bernat die er 3-0 van maakt voor Westerlo. Deze bal van de Kuipers. Met heel veel gevoel getrapt. En ja, het is moeilijk te zeggen op dit beeld of Foster nu buiten spel staat of niet. Dan moet je echt al een rechte hoek, of een rechte lijn hebben beter gezegd. Eerst Firmarin nog en dan Bernat. Wordt daar niet opgevangen door de Angepong. Ruimte op rechts bij Belkali. Goede controle. Belkali tegen Jensen. Dan toch een schot op doel. Nou, dat is knap gedaan van Sales. Santos versnelt. Veel ruimte op de rechterkant. Dat heeft hij nu gezien. Smeets met rechts van hem nog eens Belkali. Smeets schiet hem tegen de lat. Nee, nog niet afgelopen nu met Angepong. En hier dan. Die trap van Smeets. Goeie onderschepping van Dachi. Vetokele is snel. Moet wel nog Lemon uitschakelen. Gaat naar links en dan in de armen van Firmarin. Een einde van de wedstrijd, zegt Ken Vermeeren. Westerlo wint makkelijk met 3-0. Thijs van Lommel. Men heeft dus de rug gerecht na de nederlaag.